Tot slot tonen we u vanavond beelden van een bizarre inbraak in de kantoren en de fanshop van voetbalclub Antwerp. Enkele mannen zaten urenlang binnen in het gebouw. Ze vernielden computers en kassa's en stalen 3000 euro. Misschien weet u wel wie ze zijn. De kantoren van voetbalclub Antwerp liggen aan het Bosuinstadion, tussen de Jan Welterslaan en tribune 1 in het Quadrogebouw. Hier is ook de fanshop van de club. Op donderdag 15 december rond 21:50 s'avonds worden hier twee inbrekers gefilmd. Ze doorzoeken de fanshop en breken kasten open met een schroevendraaier. De eerste man heeft zwart haar met een opvallende bles vooraan. De tweede heeft wat ingevallen kaken en draagt een donsjas met een pelskraag en een muts. Hij blijft meer dan een uur binnen. Want een tweede camera filmt hem nog rond 11 uur 's avonds aan de trap naar de toiletten beneden. Hij voelt aan alle deuren. Even later loopt hij weer in de fanshop en daarna verdwijnt hij uit beeld. Waar de andere man op dat ogenblik is, weten we niet. Er is die nacht zo'n 3000 euro gestolen uit de kantoren boven. Maar wie dat geld meenam, is niet duidelijk. Want zo'n 3 uur later komen opnieuw inbrekers in beeld. Een van hen is de man met de donsjas en de ingevallen kaken. Dezelfde man die als laatste de fanshop verliet. Nu heeft hij geen muts op en is zijn opgeschoren zwarte haar goed zichtbaar. De drie doorzoeken opnieuw de fanshop en de rest van het gebouw. Ze nemen alle tijd en hangen wat rond in de hal. De man met het opgeschoren haar zien we zelfs rustig van een flesje drinken. Tot hij de camera ziet hangen. Hij zet zijn drankje aan de kant en komt er naartoe met een schroevendraaier. De camera is wat weggedraaid, maar blijft toch filmen. Later die nacht zijn ze opnieuw in de fanshop, waar dezelfde man met het opgeschoren haar plots het licht aandoet. Hier heeft hij de camera wellicht niet zien hangen. De drie doorzoeken opnieuw dezelfde ruimte, alsof ze die nacht niet veel beters te doen hebben of naar iets op zoek zijn wat ze maar niet vinden. Ze komen alle drie redelijk goed in beeld. De man met de pelskraag en het opgeschoren haar. Een andere man met snor en volle zwarte baard die een t-shirt van Qatar Airways draagt. En de laatste met een donkere pet op die de kasten het meest grondig doorzoekt. Wanneer ze niets lijken te vinden, gaat het licht weer uit. Ze zijn maar liefst 2,5 uur binnen in het gebouw. Ze vernielen computers en proberen buiten beeld ook nog een brandkast open te krijgen, wat niet lukt. In de fanshop halen ze nog kleren uit de rekken. Rond 4:30 's ochtends komen ze hier voor het laatst in beeld. Ze laten een puinhoop achter, 12 opengebroken deuren, vernielde kassa's en computers en er is dus 3000 euro cashgeld gestolen. Misschien herkent u een van deze mannen. De eerste brak in rond 22:00 s'avonds, enkel de eerste keer dus. Hij heeft zwart haar met een lange bles vooraan. De tweede verdachte komt 2 maal terug. Hij heeft ingevallen kaken en zwart haar dat is opgeschoren achteraan en aan de zijkanten. Hij lijkt mager. De derde man is struiser gebouwd. Hij heeft donker haar, een snor en een volle zwarte baard. Onder zijn donsjas droeg hij een zwart voetbalshirt met het opschrift Qatar Airways. De vierde man komt het minst duidelijk in beeld. Hij had een donkere pet op met een embleem vooraan en een zwarte sweater met een kap en een logo op de borst. De speurders sluiten niet uit dat dezelfde daders ook een maand eerder binnendrongen. Er waren al 2 inbraken in november vorig jaar. Toen werden enkele vaten bier gestolen. Alle tips zijn welkom op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail.